Vanavond zijn we bij Behind the Mask in Maastricht en ik heb hele mooie maskers voorbij zien komen. Ook mooie kostuumpjes en hele leuke mensen. En zo te horen wordt er ook behoorlijk goed gedraaid, dus ik kan eigenlijk niet wachten om naar binnen te gaan. Kom met me mee. Naar themafeestjes? Meestal wel, maar dit is ons eerste echte themafeestje met masker en alles erop en eraan. Dus, hoe vind je het? Het was begin een beetje onwennig, maar nu ben ik er helemaal in en ik vind het echt superleuk. Dus dat ga je vaker doen? Dat gaan we zeker vaker doen. Zo'n themafeest nou zo leuk? Ja, dat je het een beetje apart gekleed kan gaan eigenlijk. En dat niet die dagelijkse onzin op stap gaan en dan zuipen ze zich vol en hier is iedereen vrolijk en leuk. Dus, en dan jouw vrienden vinden dat ook? Ja, mijn vrienden die gaan ook allemaal hierheen. Dus we hebben een hele vriendengroep die alleen maar dit themafeest leuk vindt. Dus de gewone vrienden hebben we al bijna niet meer. Die gewoon naar de discotheek gaan. Nou, het is niet dat je raar bent, toch? Als nee. Je oh nee, absoluut niet, nee. Nee, we hebben gewoon een interessanter leven, vind ik. Maar je moet wel durven. Je moet het wel durven, ja. Ja, dat klopt. Ja, maar we durven wel. Dat hoort een beetje bij de stijlen, bij de barokstijlen. Het is goed dat je dat weet. Nou ja, je denkt zeker, die is blond, die weet dat niet, hè? Ik ben zelf ook blond. Wat vinden jullie tot nu toe van het feestje? Gezellig, overal een beetje rondlopen hier. Lopen er nou een beetje leuke mannen? Dit is mijn eerste themafeest, hè. Ik ga nu altijd naar themafeestjes. Heerlijk. Niet? Altijd nu. Maar dit is je eerste keer? Eerste keer, ja. En dan gelijk zo erbij lopen, hè. Wat vind je van de mannen hier? Ik moet zeggen, ik zei net nog best wel heel veel mooie mensen hier, ja. Ja, oké, dankjewel. Hoe kom je aan zo'n cape? Ik had hem afswinkel. Ja, echt, daar ben je naartoe gegaan. Soms, ja. Met wie ben je hier? Met wie ben je hier? Met een vriend die is hier in deze zaal nu. Ja, en die heeft ook zo'n mooie outfit. Ja, kom maar dadelijk even mee, dan zie je hem al. Ben je wel eens op zo'n feestje geweest als dit? Lief? Ben je wel eens op zo'n feestje geweest als dit? Dat is nu de vierde of de tweede keer. Oh ja? Alles Belgisch zijnde. Was je ook op het haremfeest? Haremfeest? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nee? Dat was de vorige keer, was ook leuk. Ja? Oké, ik zal het onthouden voor de volgende keer. Ja, veel plezier! Dankjewel.
lang heb jij je nou voorbereid voor zo'n feest als dit, om al die spullen te vinden? Daar zijn we toch een paar maanden mee bezig. Een paar maanden? Ja, toch wel. Hoe gaat dat dan? We zoeken heel lang op het internet, tot we iets gevonden hebben dat mij aanstaat, mijn man ook aanstaat. En dan gaan we op zoek naar gepaste attributen. En eens dat we dat hebben, dan bestellen we alles en dan laten we het toekomen. Dus jij bestelt je kleding op het internet? Ja, toch. Ja. Ik vroeg me al af waar iedereen dit vandaan haalt, maar... Meestal internet. Lekker. Het was wel het begin van de avond, maar iedereen kwam goed los. Dus, Begin van de avond altijd het moeilijkst? Ja, vind ik wel. Je weet niet goed wat je moet draaien en wat de mensen willen horen. Dus het draait van alles een beetje. Waarop gingen ze uiteindelijk los? Eigenlijk van alles. Ja, maakt het niet uit? Nee, op de laatste niet meer. Maar ja, het begint toch wat rustiger draaien. Einde lekker wat steviger draaien. Hoe gaat het vanavond? Nou, op de stem dan wel vrij redelijk goed. Bij jou ook? Ja, ik heb nog een stem, dus ik heb minder hard gewerkt denk ik dan. Of niet? Hoe zijn jullie erop gekomen om dit thema te kiezen? Ja, eigenlijk komt het door Nick. Vraag maar aan Nick. Nick? Nou ja, ik had zoiets... Iedereen loopt naar andere feesten met maskers en wij wouden iets doen in een heel andere stijl. En dan hadden we gekozen om het in Venetiaanse stijl te doen en ook de locatie daarop aan te passen. En ik denk dat dat wel aardig gelukt is. Ik denk dat er geen betere locatie in Maastricht is. Dankjewel, Celine. Dankjewel. En jullie hebben allebei je maskertjes nog op. Ja, wij wel. We blijven gewoon volharden tot het einde, zeg maar. Maar ja, ik vind het wel leuk als je met een masker loopt, want je wordt niet herkend. Dat vind ik wel fijn eigenlijk. En de volgende keer, organiseren jullie het dan ook samen? Ja, we gaan wel wat dingen doen nog, ja. We gaan in september iets samen doen, daar kunnen we nog niet wat over zeggen. Ook voor Exceptioneel? Samen. Crazyland en Exceptioneel. Maar we kunnen echt de locatie nog niet zeggen, dus heel jammer, maar... Ik denk wel dat het het mooiste feest van de eeuw gaat worden, hè Mike? Echt waar? Ja, echt wel. Echt. Nou ja, dan wil iedereen natuurlijk weten wat dat gaat zijn. Klein tipje van de sluier. Nee, helemaal niks. Het is zo speciaal dat we het echt niet kunnen zeggen. Want de avond zit er alweer bijna op. Het was een fantastisch feest en je hoort dat het nog steeds doorgaat. Die DJ's gaan gewoon niet weg uit de zaal. Dus ik denk dat ik ook nog heel even terug ga. Dit was Behind the Mask vanuit Maastricht.